Als ik pas geslaagd ben, dan ga ik ook dansen. Maar als ik een zak... Oh, kun je al hard bonken, ja. Oh, dat is mijn... Oh jee, wat gebeld. Medinda. Oh, Kinsen. Jij bent niet bereikbaar op je telefoon. Nee, dat blijkt me wat even. Maak het een grapje, geef me hier dan. Dat je bent. Oh, sorry, Quint. Ja, ik moest ook even een beetje spanning kwijt. Spanning kwijt? Ik heb het al in de lijn gekregen. Ja. Terwijl Sam al gehoord heeft dat hij met de hakken over de sloot geslaagd is, wacht Quinten nog steeds vol spanning op het verlossende telefoontje. Linda begint zich zorgen te maken. Ik krijg nou zo'n zenuwgevoel. Hij heeft altijd baat. Jij komt er altijd goed vanaf, uiteindelijk. En Quint heeft altijd pech. Ja, de eerste is gebeld van mijn klas. Ik zie dat je liegt. Hey. Oh, en nou ben je vertrapt. Geweld. Nice. Dus. Ik zie dat je liegt. Ja, dat is expres. Oh, ik ben ook gewoon zenuwachtig voor jou. Hoe zit dat nou weer? Hou je mond, man. Ja, maar ik ben wel echt blij als we alle twee geslaagd zijn. Dat is gewoon leuker. Kijk, in de kamer. Ik wil wel gebeld worden, hoor. En dan, eindelijk, na een lange ochtend wachten. Ik word nu gebeld. Hoi. Goedemorgen. Hoi. Ik heb de examenuitslag voor je. Ja, en? Papa neemt je. Je bent geslaagd. Top. Ja, dat is alles op horen. Dat is helemaal goed. Ja, dat vind ik ook helemaal goed. De vlag kan uit, ook voor jou. Helemaal goed, dat ga ik zeker doen. Gefeliciteerd, ze zijn allebei geslaagd. Tot de middag. Doei. Nou, yeah. We zijn nog lekker. Yes! Fuck yeah! Ik ben zo blij van jullie. Oh, kom hier. Het is gelukt. Ik ben weer een fase afgesloten. Ja, dat college is ook voorbij. School voorbij. Eindelijk. Lekker, man. De vlag kan uit. Klaar nu. Nou, lekker. Slagen. Niet die vlag over de grond. Oh, jankenbalk. Ik weet niet of je er zo nog bij kan, hè? Ik zou eerst de tassen eraan doen. Oh, dat werkt niet. Hang hem dan aan de zijkant of zo. Ja, boeien. Als de tas maar hangt. Gefeliciteerd, Pik. Doe, man. Even lekker, hè? Geslaagd zijn. Nu de diploma's binnen zijn, willen Linda en Marlin de jongens verrassen met een feestje. Maar om ze in de coronatijd met een smoes het huis uit te krijgen, blijkt nog niet zo eenvoudig. Quinten moet eigenlijk vermaakt worden dan van 4:15 tot 4:30. Ja. 4:15 ongeveer. Maar wat gaat Quinten in die tijd doen? Ja, ik heb Carissa gevraagd, hè? Ja, maar dan moet hij ook maar weer voor 3 kwartier naar Carissa toe. Ja, dat zei Carissa ook al. Ja, maar Quinten wilde toch niet naar Carissa toe? Ja, die wil daar niet heen, maar ik ga Carissa zo nog even appen. Dat het echt noodzaak is dat ze van mij wat verzint dat haar ouders een cadeautje voor hem hebben. Dat is dan maar even haar probleem. Nou ja, ik dacht toch ergens wat drinken, maar je mag, ik weet niet wat alweer open is. Alles? Ik heb geen idee. Kan die niet naar opa en oma dan? Daar heb ik ook nog wel over nagedacht. Maar opa en oma zijn natuurlijk een beetje bang met het coronavirus, hè? Maar... Kom eens hier. Nassie? Verrassing. Verrassing, ja, hij is helemaal ermee bezig. Ja, we gaan een verrassing maken. Leuk, hè? Ja! Leuk, hè? Ga je eerst slapen? En dan zie je straks.